Hallo en leuk dat je kijkt naar deze groene video van Chris en Olivier. Nou, na 2 weken lang niks op mijn kanaal hebben geplaatst, ben ik er eigenlijk weer. En nou, vandaag ben ik weer op een hele andere mooie plek. Want van de Veluwe gaan we namelijk lekker naar Zuid-Limburg. En die zomaar plekken, ik ben vandaag in Heijnenraf, als ik het goed uit mijn hoofd heb. Dat ligt ongeveer vlak in de buurt bij Sonnaken. Nou, we zijn nu in een prachtig mooi gebiedje, dat heet het Gulpdal. En niet hier ver vandaan ligt ook de camping waar ik dus zeg maar mijn tent op staan. Het is een klein tentje, daar heb ik ook 2 jaar geleden mee gekampeerd in Midden-Limburg, toen met een oude kennis van mij. Nou, dit is ook een prachtig mooi begin van het gebied. Maar als we een stukje meer naar beneden gaan, hoe heet het, dan wordt het nog mooier. Nou, het is een geweldig stil qua mensen. Ik hoor echt overal lekker vogelfluit. Maar dat heeft ook mee te maken omdat het nu eigenlijk al net 7:30 is geweest. Maar het is nu zo licht dat je eigenlijk niet eens zou zeggen dat het nu 7:30 is. Kijk eens eventjes. Dat is mooi. Wat een prachtig mooi weggetje dit zeg. Moet je ook eens kijken hier in de berm. Heel vrolijk zo met al die bloemen hier. Ik denk dat je hier ook best wel veel hele mooie zeldzame dieren kan vinden in zo'n berm als deze. Maar sowieso ook zelf in het gebied hier. Zo, de knetter, hé. Wat maakt dat ding een herrie? Ik dacht, het zal vast zeker wel even een zacht geven, maar het ding maakt ontzettend veel herrie. Nou. Kijk, dat is wel een prachtig mooi stukje. Daar zo bij die kleibank denk ik. Het is daar afgebrokkeld ook. En dan zie je vanaf hier zie je dus daar allemaal van die gaatjes erin zitten. Nou, wat meer is om dus beter te zien. Nou, dat is het werk van de ijsvogel, die 3 gaatjes. Tenminste, volgens mij zijn er nog meer. Maar ijsvogels hebben hier een beetje dus de voorkeur aan om hier dus namelijk nesten te maken zo langs het water. Ideale plek ook en juist. Ook een mooie plek om de kuikens zo hier op te voeden. Ah, dit is wel gaaf om te zien. We hebben hier een langpootmug die zo te zien net eigenlijk aan het vervellen is. Maar dus zo te zien, ik denk uit zijn cocon of uit zijn larvenstadium gaat. En nu dus zo ook uit zijn het is lastig uitleggen. Maar kortom, alle insecten beginnen natuurlijk bijna als een soort van larven. En vroeg of laat verpoppen zij zich of kruipen ze dus uit hun larvenvel en komt er dus een nieuw beest van. Heel erg gaaf om te zien. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik heb het alleen bij waterjuffers gezien. Maar goed, om het bij een langpootmug te zien is best wel gaaf. Het gaat alleen natuurlijk net ietsjes anders dan bij waterjuffers. Zeg maar, de larven van langpootmuggen leven namelijk ondergronds. En wat ze natuurlijk wel doen, ook net zoals waterjuffers, is natuurlijk een beetje een plekje hogerop vinden bij een grassprietje. Maar in dit geval dus denk ik bij een boomstam. En zo te zien wurmen ze zich dan vast. En kruipen ze er heel langzaam uit.
Nou ja, de Lampertburg is nog wel vrij kwetsbaar, zeg maar. Want hij, ja, zijn panzer is nog niet, zeg maar, zo hard. Ze zijn namelijk vrij zacht. Dus ja, mocht je er tegenkomen, raak ze dan ook niet aan. Want dan heb je echt kans dat ze dus ook, ja, uit elkaar vallen. Dus dat moeten we gewoon niet hebben. Dus gewoon lekker laten zitten zoals ik doe. Dit vind ik wel een heel bijzonder gezicht wat we hier hebben. Het lijkt alsof die bomen, ja, in de herfstkleur staan, maar eigenlijk is dat dus het zonlicht, zeg maar. Het is nu voornamelijk flink aan het schemeren en de zon komt er even door en ja, zo schijnen ze laatste stralen zo nog even op die bomen en dan krijg je een, ja, vrij bijzonder tafereel eigenlijk. We zijn nu echt naar de tent. Het is ja, bijna donker. Ik heb net iets te lang in het natuurgebied gelopen, maar goed. Ik zal toch dezelfde weg ook een beetje terug moeten nemen. Het vliegen op dit moment heel veel grote kevers rond, maar ik kan een... Oh, het is een meikever. Kijk. Dat hoort dus constant heen en rond te vliegen. Het is een mannetje meikever, zo te zien. Het zijn echt flinke grote kevers. Toch krijg ik er nooit genoeg van. Nou, een ander mooi diertje nog gespot. Dit is de oranje aaskever. Ik denk dat hij zijn naam dankt aan zeg maar het oranje bovenschild. Hij behoort tot dezelfde familie als zeg maar ook de doodgravers. Namelijk, ja, de aaskever een beetje. Mooie soort, best vaak gezien. Bloedzuiger. Wel vrij interessant. Vrij grote bloedzuiger ook zo te zien. Die is druk en weer op zoek naar een lekker hapje. We krijgen nog eens een waterschorpioen. Dat is gaaf om te zien. Het is niet echt een schorpioen. De soort zelf behoort tot de familie van de wantsen. Maar ja, het is een tijdje geleden dat ik hem heb gezien. Allereerste keer dat ik een waterschorpioen zag, was in België toen. Toen was ik heel klein. Toen ging ik voor de gein met een schepnetje ook zo zeg maar in het water vissen. Heel erg mooi. Ze ademen trouwens door dat hele lange dingetje wat ze daarachter hebben. Het is ook een soort die dus zeg maar in hinderlaag jaagt. Dus wat gave dieren deze avond. We'll be right back.
dit is zeg maar dezelfde tent waar ik ook vorig jaar, of eigenlijk 2 jaar geleden, heb gekampeerd. Het is een beetje een rondetje, maar goed. Het is, ik ben nogal moe. Maar goed, ik ga lekker slapen. Ik zie nu uit als een spook. Ik zie jullie morgen. Trusten. Nou, een hele goede morgen. Dit is vandaag, denk ik, dag 2. Ik heb heerlijk, was een beetje wennen qua slapen. En ik zit nu lekker hier te ontbijten op het heerlijke bankje met prachtig mooi uitzicht en natuurlijk een lekker ham kaaskazant. Dus het heeft de afgelopen nacht wel geregend, dus het is nu overal een beetje nat. Het is gelukkig niet koud, tenminste, ik heb niet koud. Dus dat is wel prettig. En ik heb zo heel mooi uitzicht over dit dal. Het lijkt nu alsof ik in België ben of Duitsland. Dat gevoel heb ik nu. Omdat het zo mooi is. Maar het is het niet. Het is gewoon Zuid-Limburg. En dat laat toch zien hoe mooi het eigenlijk is. Zo, mijn plan van vandaag is een beetje om verder andere mooie gebieden te bekijken hier. En gisteren heb ik nog een paar gebieden gezien waar ik toen langs ben gefietst. Die ik ook wel graag zou bezoeken. Ik hoop vandaag wel dat het zonnetje een beetje doorbreekt, maar gezien de bewolking zal het niet zo snel gebeuren. Maar goed, in ieder geval heb ik wel een lekker ontbijt en een prachtig maar. Nou, doordat het wel zo nat is, komen er ook weer reuzen tevoorschijn. Dit is de wijngaardslak, een van de grootste huizenslakken, of eigenlijk de grootste huizenslak van Nederland. Ze zouden soms al meer dan 12 centimeter groot worden. Of het er zo is, weet ik niet. Maar de soort is in Nederland alleen te vinden in Zuid-Limburg. Hij is ook te vinden in Noord-Holland, maar nu dus alleen in Kennemerduinen. Het is wel een prachtige mooie soort. Ze zijn ook spierwit. Hij is zelf, dat wisselt soms nogal af. In ieder geval, dus het is wel altijd leuk om deze mooie grote slakkensoort te zien. Dus als je een enorme slakkenliefhebber bent, dan is Zuid-Limburg en natuurlijk de Nationale Zuid-Kennemerland de ideale plekken om deze mooie beesten te spotten. Wat ik ook heel mooi vind aan Zuid-Limburg zijn dit soort stukjes. Heb je heel mooi uitzicht en dan loopt het hier ook echt stijl naar beneden. Nou, dit is, hier kunnen we niet in gelukkig. En jammer ook, maar goed. Maar verderop is er nog een paar stukjes waar we wel in kunnen. Dat is nou vrij bijzonder. Er zit daar een soort vogel in de boom. Ik kan niet zo goed zien om wat voor soort vogel gaat. Maar hij imiteert allerlei geluiden naar van andere vogels. Net deed hij een buizerd na. Toen deed hij, een kieviet na. En hij is nu al verdwenen. Maar het vervolg, dat was het weer niet. Maar toch wel bijzonder eigenlijk. Niet alleen zijn deze bomen heel erg mooi, maar ze dienen ook nog eens prima als een soort van paraplu tegen de regen. Gewoon veel mooier dan wat ik eigenlijk had gedacht eigenlijk. Ook al ben ik hier gisteren even langs geweest. Maar het is prachtig gewoon. Ook zeker de moeite waard om hier even te komen. Nou, geweldig zeg. Wat een prachtig mooi stuk is dit zeg. Heel erg mooi.
gaaf om te zien. Want hier voor ons, of eigenlijk voor mijn camera, zit heel dichtbij zit een haas. En meestal rennen deze beestjes heel snel weg, maar deze zit gewoon hier. Hier in het gras. Voor mij op 2,5 meter afstand ongeveer. In het bos, daar zaten twee haasjes op het mos. Een prachtig mooi stukje bos hier. Dat is wel leuk om te zien, want daar loopt het heel langzaam naar beneden. En deze prachtig mooie boom hier ook. Het begint al lekker groen te worden. Het is ook een mooie gelegenheid om binnenkort weer nog even de verloren vallei te bezoeken bij de Sint-Pietersberg. Maar dat komt nog wel. Nou, ondertussen zijn we in een ander gebied en dalen we weer een beetje af, zeg maar. En hier, daar hele mooie bloemen ook. Maar voor de rest ook dit stukje is heel erg mooi, vind ik. Afgezien van de hekken dan, maar voor de rest heel mooi. Heel erg mooi hier. Moet je dit eens zien, zeg. Dit is een gaaf beest. Wauw, geweldig. Zeker ook die nek. Ik dacht eerst dat het een schorpioenvlieg was, maar toen ik beter keek, bleek het dus deze te zijn. Heel erg mooi. Zeg, echt deze dag en gisteren ook heel veel mooie bijzondere momenten. En nou nog de paring van de prachtige mooie grote wijngaardslak. Ik heb ze wel eens eerder zien paren, maar nog nooit zo van dichtbij en ook niet zo duidelijk, zeg maar. Want bij deze kan je best ook wel goed zien hoe het gaat. Ze paren natuurlijk ook wel anders dan zeg maar de grote aardslak, zeg maar. Maar dat zijn naagslak en dit zijn huisslakken. Geweldig. Heel erg mooi. We'll be right back.